Het favoriete Bijbelverhaal van Nederland is dus de geboorte van Jezus, het kerstverhaal. Het kerstverhaal zit eigenlijk vol klassieke voorstellingen waar niet heel veel van klopt. Als je de Bijbel goed leest, zijn veel dingen toch net even anders. Dus nu de echte versie zonder toeters en bellen. Dit zijn de moeder van Jezus, Maria, en haar man Jozef. Maria had van een engel gehoord dat ze een kindje kreeg van God. Een kind dat de wereld zou redden. Het land dat we nu kennen als Israël hoorde toen bij het Romeinse Rijk. En de keizer van Rome wilde weten hoeveel onderdanen hij had. Dus moest iedereen zich laten tellen. Maar dan wel in de stad waar je familie oorspronkelijk vandaan kwam. Voor Jozef en Maria was dat Bethlehem. Over die beroemde ezel staat trouwens niets in de Bijbel. Maria liep het hele eind. Bikkel. Door die volkstelling was het zo druk in Bethlehem dat alles vol was. Eén herbergier had nog wel een plekje in het dierenverblijf. Waarschijnlijk sliepen ze niet in zo'n stalletje, maar in een grot. Of in het dierenvertrek dat toen deel was van het huis. In het Bijbelverhaal wordt trouwens geen enkel dier genoemd. Jezus werd namelijk niet midden in de winternacht geboren, maar ergens in september. Alle dieren waren toen gewoon buiten. Behalve dan die ezel, misschien. De voerbak werd de wieg van de koning der Joden, zoals Jezus werd genoemd. De andere delen van het bekende kerstverhaal kloppen wel redelijk met de Bijbel. Er kwamen herders om Jezus te bezoeken. En een groep wijzen uit het oosten. Niet drie. Het kunnen er 2 of 10 geweest zijn, want de Bijbel vertelt niet hoeveel. En daar lag hij dan. Jezus, de Zoon van God, gekomen om de wereld te redden. Hij kwam de mensheid niet redden met een leger of met geweld, maar met een boodschap van liefde. God houdt van iedereen. Zo liet God de mensen zien wie en hoe hij is. En hoe wij met hem en met elkaar in vrede kunnen leven. De geboorte van Jezus is een verhaal van hoop. En misschien daarom wel het favoriete Bijbelverhaal van Nederland.